Ja, applaus, applaus. Ik wil speciaal mevrouw Cairo bedanken, die kinderen die met het idee is gekomen om een stichting in het leven te roepen. Dat stelt me goed. Ik voel me heel goed. En vooral nog dat die stichting, de naam van die stichting, ik vond het heel geweldig. Ja, maar mijn naam wordt vereerd. Stichting Ronnie Brunswijk. Dat boom. Op een gegeven moment moet ik mensen dagelijks helpen. Er komen mensen, kabinet. Nu niet meer zoveel thuis, want ik ben verhuisd. Dus dan zap ik me dan direct. Maar het is een dagelijks proces bij mij dat mensen komen voor hulp. En je ziet, op een bepaald moment zie je dat bepaalde mensen inderdaad hulp nodig hebben. En ik weet niet, mijn hart is zo zwak dat ik niet ga zeggen van ai, iemand komt en die persoon wordt niet geholpen. De stichting hebben wij opgericht om het eigenlijk een beetje een steun in de rug te geven. Om eigenlijk structuur te brengen in alle activiteiten wat hij doet. Op elk vlak waar er mensen zijn die hulp nodig hebben, springt hij in. En op een bepaald moment, met name Meredith, zei tegen me, van mams, papa moet soms ook weten hoeveel geld hij uitgeeft en hoeveel hij besteedt. Ik denk dat hij aan het eind van de week of aan het eind van de dag zelf niet weet hoeveel hij heeft uitgegeven. Dus eigenlijk ontstond daar al een beetje het idee van, we moeten een beetje richting helpen geven. Om te houden die structuur op, want anders loopt de spuigaten uit. We denken dat ik dat dus het snap dat stikken is. En dat levert dat je eenheid en kom in al die stikken. We boeren door een slaan en een slaan man. En we tjaren gewoon in de ziekte dat we een hoekere hoekte. Ja? We moeten toosten voor een stikken van die Brunswijk. Ik ben zeer onder de indruk, ik ben verrast. Maar nu realiseer ik me dat het heel beter is. En dan ook niet heel drukte bij mijn kabinet daar. 200 mensen per dag. Je kan niet werken. Dus als iemand daar komt en ik zeg van er is een stichting, gaat u daar aanmelden. Dan kunnen die mensen hier komen. Dan wordt je geregistreerd. En als het noodzakelijk is, dan wordt je geholpen. Baby, heeft u een indicatie hoeveel u per dag of per maand uitgeeft aan sociale hulp? Oei, meneer Sabier, ik weet het niet hoor. Dan gaat het even mee. Want echt veel. Echt veel. Ik zeg, er komen wel zo'n 200 mensen per dag. Ja, als je al die mensen 100 SRD geeft. Andere mensen willen 1000. Andere mensen, ik weet het niet. Andere mensen moeten niet voor hun huis betalen. Terwijl man goed bij wagen en man pijf wagen. Zulke problemen krijg je ook. Terwijl die dingen geen problemen zijn in feite. Maar volgens mij ziek hier, dan direct misspringen. Dat me vindt dat je, als je ziek bent, je kan je dokter niet betalen, dan moet je direct hier. Ja? Mensen die in nood zijn, gezinnen die geen enkele brood of tafel kunnen brengen, dus we zien dat die denken, maar liep dus maar goed. Dus die dingen wil ik direct ingrijpen met een jeepie. Met deze stichting willen we een overzicht hebben van alle sociale activiteiten van de heer Ronnie Brunswijk. Als geen ander weet ik hoe hij zich inzet om mensen te helpen. Ik kan me jaren terug herinneren
We waren niet zo lang terug van Stoma's Eiland. Terug. We waren ons gaan vestigen in Bongo. En er kwamen al mensen om hulp. Hij had geen geld, maar hij had wel een gouden ketting. Atika Kitty, apanting om de persoon te helpen omdat de persoon zijn huis verkocht zou worden. En hij op straat dreigde gezet te worden. Ik denk dat het daarmee begon. En ik kan me geen geval heugen waarbij hij de persoon heeft weggestuurd. Gezegd, Mino Abing. Als hij het op dat moment niet heeft, zegt hij, kom terug. Kom zo'n dag, kom zo'n tijdstip terug. En als hij het niet heeft, dan verwacht hij wel dat ik het heb. Want dan vraagt hij me soms, heb je zoveel voor me? Of hij belt, ik stuur iemand, geef die persoon zoveel. Maar met vrouw zit aan kwam, stikt er niet zie. Dan heb ik het proberen, dan laat ze hier komen. Ik hoef niet meer daar te komen. Ik kan. Zoekwaar moet je dan gaan starten om je foundation. Dat je er ook wel moet je. Hoeveel gaat u starten nu? Ja, dat zou je om een miljoen. Die vrienden, hoeveel miljoen? Oh, meer, dat zou je om een mabi. En gelukkig, een boy heeft me over naar Goedbussi. Dan kan je dat je er een jonge man. Zorg ervoor dat je elke maand zoveel kilo goud zit hier. Dat heb je dus maar toch. Hoeveel gaat het zoveel zijn? Hoeveel denkt u? Ik weet het niet, als hij maar bijvoorbeeld elke maand 2 kilo zet. Ja, dat is dat 2, maar 620.000 US.